Hoi, ik ben Tom Lossing, beursbox.nl. Ik wil het hebben over rijk worden. En dan niet rijk worden in de zin van meedoen met een loterij en winnen en dan in één keer binnen zijn. Omdat die kans is te klein en je hebt hem niet in de hand. Nee, ik wil het hebben over rijk worden door zelf acties te ondernemen. Nou, en hoe kan je dat dan doen? En ik heb één voorbeeld wat ik wil geven, dat is Neo Finance. Dat zijn die crowdfunding leningen die je dan verstrekt aan consumenten in Litouwen. En ik maak daar netto zo'n 13,5% per jaar maak ik daarmee. Nou, en wat ik dan doe, is dat ik iedere euro die ik privé iedere maand overhoud, die stuur ik daar naartoe. En dat betekent dat ik iedere maand nieuwe leningen inzet, maar ik ga ook de rente en aflossing die ik vanuit die leningen krijg, ga ik ook weer inzetten. Nou, zo heb ik in 14 maanden tijd 21.000 euro daar nu ingezet, 900 leningen. En mijn plan is om over 9 jaar daar op 250.000 euro te staan. En dan denk je, ja, waarom dan dat geld? Nou, 250.000 euro en dan 13,5%, nou reken maar na, dan heb ik een heel leuk inkomen vanuit puur dat gegeven. En dan kan ik ook zeggen van, nou, ik ga dan de ontvangen rente niet langer weer het nieuw inzetten, maar die ga ik gewoon naar mezelf overmaken als mijn pensioen. Dus vandaar dat ik ook wel zoiets heb van, nou, dat is ook een doel waar ik naar kan streven, privé gezien, om dus een eigen pensioen te regelen. Ik ben ondernemer, ik heb een prachtig lopende onderneming, ik heb ook vastgoed, maar privé heb ik mezelf eigenlijk altijd tekort gedaan. Ik heb geen pensioenvoorziening, dat heb ik allemaal niet geregeld. En ja, daar moet ik dus nog aan werken. En dat ga ik dus op deze manier doen. En ik kan er niet zeker van zijn dat mijn bedrijf goed blijft lopen. We hebben nu met die corona in 2020 hebben we gezien hoe van alles zomaar kan veranderen. En ik heb dus die zekerheid niet. Dus vandaar dat ik heb gezegd van goed, ik ga dan toch ook privé werken aan een pensioen. En door dus iedere euro daar naartoe te storten, kan ik daar, ja, eigenlijk zelf iets aan doen. Maar we praten dan. Ik heb dan vandaag 106 euro overgemaakt. Ik probeer het per week eigenlijk te regelen. Nou, deze week in ieder geval 106 euro. Misschien dat er nog wat komt, maar dat weet ik niet zeker. Maar zodra ik iets binnenkrijg privé of overhoud privé, dan kan ik daar wat mee. En ja, hoeveel krijg ik binnen privé? Ja, dat valt dan wel tegen. Maar af en toe komt er op mijn privé beleggingen ook een stukje dividend binnen. En dan kan ik zeggen, oh, oké, gaat daar ook heen. Want ik heb ook privé wel aandelen. En alles wat ik binnenkrijg gaat naar Neo Finance op dit moment. Om die 250.000 euro te realiseren. En het is dus niet in één keer rijk worden. Het is steeds een klein beetje overmaken. Nieuwe lening aangaan. En wat ik dus ook heel goed doe is kijken wat voor leningen ik aanga. Want ik wil natuurlijk wel zekerheid hebben dat die rente, dat ik die ook ontvang. En dat ik niet te veel leningen heb die slecht lopen. Ik kan het niet uitsluiten. Iemand kan overlijden, iemand kan zijn werk kwijtraken. Dus ik kan niet uitsluiten dat leningen verkeerd gaan lopen. Maar ik kan natuurlijk wel zorgen dat degene die ik afsluit, dat die degelijk zijn. En een 21-jarige 20.000 euro uitlenen. Ik leen dan maar 25 euro per lening uit. Maar goed, die vraagt dus 20.000 euro lening aan. Zonder dat die persoon een huis heeft, zonder dat er iemand afhankelijk van die persoon is. Ja, dat vind ik geen wijs besluit, want diegene kan zeggen van ik neem dat geld op en ik verdwijn naar het buitenland en niemand die me ooit nog terug gaat zien. Dus dat soort leningen ga ik dus niet verstrekken. Maar er zijn ook hele leuke leningen bij Neo Finance, waarbij mensen zeggen van nou, ik heb wat geld nodig. Misschien om een auto te kopen, misschien om een huis te renoveren. En ik heb een stukje onderpand en ik zou graag dat geld willen lenen. En dan krijg ik niet 20%, maar ik krijg dan misschien 12% of 8%. Het is maar net hoeveel diegene in feite waard is. En heeft diegene een historie van slecht betalen, dan betalen ze meer rente. Maar de rente in oorsprong in Litouwen is nu zo enorm laag geworden dat het, als je iemand bent die een goede standing heeft, dan heb je een rente die vergelijkbaar is met consumentenleningen in Nederland. Ben je minder
goed van standing. Ik heb er eigenlijk nu even geen Nederlands woord voor. Dan betaal je meer rente. En die rente in Litouwen is ja, dan wel veel hoger dan in Nederland. Want ze kennen daar eigenlijk geen limiet op de hoogte. Wel bij Neo Finance. Op dit moment is de hoogste lening die je bij Neo Finance kan krijgen 20%. Nou, die leningen zet ik niet uit. Of ik zet ze uit met een verzekering. Want het zijn C-leningen en die zijn gewoon heel gevaarlijk. Daar valt nogal wat van uit. In wezen is de beste rendementslening daar is een B-lening. Maar ik zet vooral A en een beetje B-lening uit. En heel af en toe verzekert een C-lening. Maar een verzekerde C-lening levert eigenlijk zo rond 10% aan rendement op. Dus dan is het een dure A-lening geworden. Dus ik doe dat niet zo heel vaak. Toevallig gisteren eentje voor €50 uitgezet met een verzekering van €12 erop. Maar ik doe het niet zo heel erg vaak. Het is belangrijk om iedere keer een beetje te beleggen. Iedere maand opnieuw, iedere week opnieuw. Allemaal euro's in te leggen en dat te blijven doen. Rente en aflossing te blijven inzetten. Ook als het straks een 1,5 ton is. Niet dat geld uitgeven, doorgaan totdat je het doel bereikt hebt. Waarom zeg ik dat? Ik heb dit eerder gedaan. Ik had het doel om €1 miljoen bij elkaar te krijgen en van daaruit met het rendement te gaan leven. Wat heb ik gedaan? Ik heb een prachtig huis gekocht. Hartstikke mooi, ik leef er fantastisch van, dat kan ik gewoon zeggen. Maar mijn doel was wel naar de knoppen. Ik had niet meer hoeven te werken als ik gewoon in dat huis wat ik had was blijven wonen en die miljoen had gebruikt om mijn leven te financieren. Ik heb anders gekozen. Ik heb zo'n heel mooi huis gekocht. En ja, een droom kwam uit. Maar daarmee was wel, heel het doel van dat sparen, was naar de knoppen. Nou, en ik ben opnieuw begonnen. Natuurlijk. En ik heb nu een vastgoedportefeuille in Amerika. 29 huizen. Ben bezig met het appartementencomplex. Ik heb zakelijk een aandelenportefeuille. Ik heb privé een aandelenportefeuille. Nou, Neo Finance heb ik het over gehad. Ik heb natuurlijk ook een prachtig huis. Dus ik klaag er niet over. Maar het was wel een zet waarvan ik eigenlijk van tevoren had gezegd, zo, dat wil ik dus niet doen. En ik heb dat toch gedaan. Ja, eigenlijk met een beetje toch wel iets idee van, je leeft maar één keer. Dus waarom zou ik in een klein huis blijven wonen, wat eigenlijk met 3 tieners in de tijd veel te klein was. Terwijl ik wel wat geld heb. Dus ik heb toen een keuze gemaakt om te zeggen van goed, ik ga dat geld uitgeven. Ik ben nog jong en ik ga gewoon nog weer iets proberen. En ook dat is gelukkig gelukt. Alleen ja, nu moet ik ervoor blijven werken. En dat was dus oorspronkelijk niet de bedoeling. En aan de andere kant denk ik van ja, wat moet je met je leven als je niet een doel hebt? Als je niet lekker bezig kan zijn. Iedere dag niks doen verveelt op een gegeven moment. Ik ben heel blij dat ik iedere dag nuttige dingen mag doen. En dat ik ook de tijd heb om in de tuin te werken. En vrijwilligerswerk te doen. Dat allemaal ook wil en mag doen. En dat geeft dan ook een zin aan het leven. Dus het is niet alleen maar om geld. Het gaat er ook om, ben je als mens gelukkig en nuttig. Ik wil het erbij laten. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Dus rijkdom is meer dan alleen geld. En het is iets waar je iedere dag aan kan werken. En het gaat dus echt meer om alleen maar geld graaien. Want dat is niet de bedoeling. Maar goed, een stukje zekerheid geeft ook de ruimte om creatief te zijn. En om rust te hebben. Dus geld maakt niet gelukkig, maar het is wel vreselijk makkelijk. Goed, daar laat ik het bij. Tot de volgende keer. Houdoe.